Op 22 juni vond er een herdenkingsceremonie plaats in Elst, waar Molukse KNIL-militairen erkenning kregen voor hun leed. De avond begon met een kerkdienst waarin werd gebeden, en als eerbetoon volgde er een stille tocht naar de rustplaats van deze eerste generatie Molukkers. Ooit hoop ik dat mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, voet mogen zetten op een vrije, onafhankelijke Molukke. In de tijd, onze ouders hebben vroeger in het Nederlands-Indië in de KNIL gevochten voor Nederland. En eigenlijk hebben ze bij aankomst in Nederland, zijn ze direct ontslagen. En tot op de dag dat ze allemaal kwamen te overlijden, is nooit een vergoeding geweest. Dus de gemeente Overbetuwe, een van de gemeentes, die zijn er meerdere voorgaan. Die hebben dus dit vanaf 1 januari 2021 de graven van de KNIL-militairen en de echtgenoten vrijgegeven. Dus daarom zijn we vandaag hier bijeen om daarbij stil te staan. Dus ja, voor ons als nazaten is het natuurlijk wel een stukje erkenning. Maar we hadden liever gezien dat onze ouders dat hebben mee kunnen maken. Dank u wel voor uw loyaliteit, uw inzet en voor de manier waarop u ook hier in Nederland de schouders eronder heeft gezet. Dank u wel. Het onrecht wat is aangedaan als je naar de geschiedenis kijkt. En ik vind dat echt persoonlijk ook, nou, zo ervaar ik dat ook. En ook daarmee de boodschap naar Den Haag, dat ik werkelijk niet begrijp dat daar nog geen formeel statement vanuit Den Haag over gekomen is. Want ik doe dat als burgemeester en ik vind het van belang. En een aantal van mijn collega's doen het in het land misschien ook wel. Maar dit hoort ook van de Nederlandse staat te komen. En, het emotioneert u, zie ik ook. Wat maakt dat het u zo emotioneert? Nou, misschien omdat ik per definitie niet zo goed tegen onrechtvaardigheid kan. En dit is wel een hoge onrechtvaardigheidsgehalte over. Je vecht voor een land en dan kom je hier. En dan wordt dat zo'n soort van ontkend en word je weggestopt. Want dat is feitelijk wat er gebeurd is. En dan moet je je daar ook nog voor bewijzen. Ja, dat is, en daar is nog steeds geen erkenning voor gekomen. Dus dat gevoel van onrechtvaardigheid, daar kan ik me wel in herkennen. Ik denk dat dit voor heel veel mensen toch iets positiefs heeft gebracht. En dat ze daarom, ondanks het slechte weer dat ze allemaal aanwezig zijn, en dat ze ook mee hebben gelopen naar de begraafplaats om daar 1 minuut stil te staan en kaars aansteken bij de graven. Dus ja, dat, voor iedereen heeft het wel een emotionele waarde inderdaad. Ja. Ja. Thank you.